Och, jij stinkt ook. Ik heb dus naar de dierenarts gebeld en de dierenarts zei: kom maar meteen af. We hebben het kantoor bezocht. Goedemorgen iedereen en welkom bij weer een nieuwe vlog op ons YouTube kanaal. Ik ben even al wakker. Het is nu 9:55. En ik heb alweer een vlog geëdit. Oh. Ik ben heel moe. Het was gisteren laat. Om 1:30 waren we in bed. En dan hebben we ook nog een hele tijd zitten babbelen. Dus ik denk dat ik iets aan de kattenbak. Dus ik denk dat het 2:30 was of zo. Hier laten we sliepen. Maar oké, het was nodig allemaal. Sam heeft me echt goed geholpen, dus ik ben wel heel blij. Vandaag ga ik ook weer van alles doen. Het wordt weer een drukke dag, maar ik neem jullie mee. Dag, tot straks. Mommy's gonna miss you. Waarom praat ik eigenlijk altijd Engels tegen mijn katten? Zijn er nog mensen die dat doen? Ik praat echt heel vaak in het Engels tegen mijn katten. Heel gek. En dan met zo'n stemmetje, of course. Je kunt niet tegen dieren praten zonder zo'n stemmetje te doen of zo, hè. Tot straks, schat. Tot straks. Hey. Het ga je poep aan het lekken? Oké. Tot straks, schatie. Doei. Dag, Smelly. Tot straks, lieveling. Tot straks. Oké, afscheid genomen van de katjes. Maar ik ben straks wel weer terug. Allee, ja, het zal wel pas deze avond zijn. Want Celie en ik gaan kijken voor een pand. Voor een kantoorpand. Dus spannend. Ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat iets goed is. Maar we zullen zien, hè. We zullen zelfs weten. En het regent. Allee, zo smelt in de sneeuw. Trouwens, hoe erg is mijn uitgroei? Daar moet ik echt iets aan gaan laten doen. Oké, I made it to the car. En ik ga eerst alle retours halen. In Lummen. Dus dat ga ik eerst doen. En dan heb ik afgesproken met Celina aan het pand. Dus, maar ik moet eerst de retours doen. Alrighty, ik heb de retours. Daar zijn ze. Het zijn er niet zoveel. De zak zit maar zo een klein beetje vol. Dus, kijk eens. Alright, ik ben aangekomen in Beringen bij het kantoor. Ik denk toch dat het dit is. Ik weet niet of jullie het zien met de regen. Maar ik denk dat het dit is. Wat mij al opvalt is dat hier heel veel parking is. Dus dat zou wel kei goed zijn als we zo'n shopping night of zo zouden willen doen. Ik wacht nog op Celine. Ik denk dat die 10 minuten later ging zijn. Of zoiets. Ze sprak zoiets in. Of die man ging 10 minuten later zijn. Dus Celine ook. Dus ik zit hier in mijn auto. Te wachten, hè. We hebben het kantoor bezocht. Allee, er waren meerdere opties van kantoren. Het zag er wel goed uit. De grote ook. Dus ja, nu nog een beetje kijken naar de prijs en zo. We will see, ja. Wat dat het gaat worden. Nu ga ik naar Celine thuis, want we gaan pakjes maken. En dan denk ik dat ik nog even tijd heb om even terug naar huis te gaan. Kijk eens wie hier is. Hey. Milka is aan het kijken naar Celine en Ellie die buiten zijn. Ik weet niet als je ze ziet. Hé Milka, mag je niet naar buiten? Je hebt wel pipi gedaan, hè? Ja. Ja. Ik ben even in Bilze. Om nog wat dingen te bespreken voor het huis en wie wat meeneemt. Dus dat ga ik nu doen. Ik ben terug thuis. En ik heb even een paar dingen veranderd. Zoals deze tafeltjes. Daar zo'n houten tafeltje. En ik heb de tafel daar van positie veranderd. En ik heb daar die mand met tekentjes.
Ik hoop dat Sam het oké gaat vinden. Want die zei over laatst, nee, mijn tafel niet verplaatsen. Hè. Nu heb ik hem toch verplaatst. Maar dat is veel beter zo. Dat is veel opener. En ik weet niet, het is veel ruimer zo. En nu ben ik het letterboard aan het maken. En ik heb al I am. Maar normaal is het I, afkappingsteken M. Maar er zijn geen afkappingstekens. Dus doe ik gewoon I am. Ondertussen al even verder. Ik weet zelfs niet hoe laat het is. Ik denk 6. 20 voor 6. Ik heb nog een vlog geëdit. Ik heb mijn spullen voor Disneyland klaargelegd en gekozen. En ik heb gestofzuigd en gepoetst hier in huis. Dan ga ik mijn vlog uploaden en wou ik deze kaders ophangen. Deze twee. En dit heb ik geschreven. Stom van de afkappingsteken, maar ja, ik denk zo gaat het ook wel. Of ik kan ook gewoon bananas for you nemen. Dat is ook nog een mogelijkheid. Maar ik ga die nu ophangen. Ik had gevraagd aan Sam, ik had gebeld als ik dat mocht ophangen. En hij zei dat hij mij vertrouwt. Dus hopelijk is het goed, hopelijk is het mooi. Dat ging echt heel snel. Ik heb gewoon op gevoel gehangen. Ik dacht, ik klop hier een nageltje en ik klop daar een nageltje. En ik vind het er wel tof uitzien. Ik ga het nog eens laten zien. Oké, zo ziet het eruit. Is wel leuk, hè? Ik ga ze misschien wel eens verwisselen van plaats. Eens kijken hoe dat is. Oké, dat vind ik beter, denk ik. Ja, het is beter. En ik denk dat ik de I am nog ga wegdoen. Voilà, dan. Ik vind het wel mooi. Misschien dat ik die plant toch ook nog ga verplaatsen naar die hoek. Maar nu heb ik het katteneten daar gezet. Want dan zie je dat zo niet fel, snap je? Dan is dat zo mooi achterin. Dus ik weet niet waar ik het katteneten anders moet zetten. Ik ga eens kijken. Ik denk dat Milky een blaasontsteking heeft. Hè. Het is echt op nog geen 10 minuten. Ik heb het even getimed. Op 10 minuten tijd is die 4 keer op de kattenbak geweest. En die gaat de hele tijd al, de hele dag al naar de kattenbak. Ik heb die ook al 2 keer, trouwens deze morgen, dat heb ik gefilmd, denk ik. Gezien dat die aan zijn geslachtsdelen aan het lekken is. Dus ik vrees dat er iets mis is. Dus ik ga eens bellen naar de dierenarts en eens vragen wat dat kan zijn. Als ik naar de dierenarts moet of niet, want ja, ik ben vanaf morgen weg. Dus ik ga eens bellen en eens kijken, eens opzoeken of in zo'n forum eens vragen op Facebook als mensen weten wat dat kan zijn. Oké, ik moet naar de dierenarts. Ik had zo gepost op Facebook in een kattenforum wat dat er aan de hand was en iedereen zegt van ga naar de dierenarts, want dat is een blaasontsteking.
En een blaasontsteking kan heel snel fataal zijn voor katten. Welke ga ik nemen? Deze. Gaat die erin passen? En ik heb dus naar de dierenarts gebeld. En de dierenarts zei, kom maar meteen af. Nu. Dus, ik ging eigenlijk naar mijn ouders binnen een half uur. Moet ik daar zijn, maar ja, ik zal papa maar snel bellen dat ik later kom. Want het is wel even iets belangrijker. Milky! Garm. En die haat in de auto zitten, hè. Pipi doen en vertrekken. Amai, ik ben kei opgejaagd nu. Milky of Garm, die haat de auto, hè. Hey, het is oké, hè? Garm. En die schreeuwt dan bij sommige momenten zo heel luid. Dat is kei zielig. Sam kwam ook naar daar, want die was in Genk op zijn werk. Dus die zei, ik kom ook naar daar. Dat is wel fijn. Moet ik niet alleen. Want ik jaag me altijd zo op als er iets met mijn katjes is. Ik vind dat zo erg. Hé, Milks. Ja, het komt goed, hè. Sam is er ook. Hey, Milky. Milky. We zijn terug thuis met Milky. Milk. Hey. God. Hij heeft dus een blaasontsteking, zoals ik dacht. En ze is ingeënt nu met iets. En dan moeten we dit ook nog geven. Ontstekingsremmer. Voor 7 dagen. Dus ik ga dat even hier zetten. Dus ja, het was goed dat we zijn gegaan. Want een blaasontsteking bij katjes is nooit goed, zei ze. Maar ik ben moe. Ik ben echt heel moe en ik heb hoofdpijn van mij op te jagen. Dus alles komt wel goed met Milky. Hè, Milks? Ja, hè, schat. Alles komt goed, hè. I love you. I love you too. Milkytje. Ja, ik heb nog geen nieuwe vuilzak erin kunnen doen, sorry. Nope, dat nu gaan we... Zal het wel doen. Ja? Sorry, hè. Ja. Ja, die stonk heel hard. Daarom heb ik die buiten gezet. Och, jij stinkt ook. Arme vuilzak. Zeg. Ja, zeg. Hoe laat is het nu? 6:40. En we gaan nog naar mijn ouders nu, maar ik ga niet meer filmen. Dus we gaan de vlog hier afsluiten. Hoe was uw dag? Afsluiten. Mijn dag was goed, maar heel druk. Ik had 4 meetings. Amai. En nog gewoon werk tussendoor. Dus. Muchos werkos. Amai. Het is inderdaad veel. Dank u om mee te komen naar de dierenarts. Graag gedaan. Dat is lief. Oké, wij gaan hier dus afsluiten en wij zien jullie morgen!